match waarin ze goed kloppen. Ja, ik denk uiteindelijk was het op het moment corona. Toen was dan voetbal ook stilgelegd. Dan denk ik, ja, dan nog wel individuele trainingen. En daarna kwam natuurlijk die blessure. Ik denk eigenlijk vanaf dat moment na de operatie dat ik eigenlijk daarna heb stilgelegen. En terug beginnen opdouwen. Ik woon in Wageningen. In Wageningen? Ja, klopt. Dat is apart. Ja, zeker. Maar het is, ik ben hier eigenlijk redelijk snel. Ik voel me daar gewoon goed. Ik had daar ook een redelijk thuisgevoel, dus ik voelde wel goed. Ja, maar de stad Nijmegen die zie je wel af en toe natuurlijk. Hoewel met corona wat minder natuurlijk ook. Hè? Natuurlijk op dit moment, stad Nijmegen kan je, valt niet veel te doen natuurlijk met corona. Maar ja, ik ben er wel al een paar keer geweest, maar nog niet echt iets speciaal gedaan moet ik zeggen. Ja, het is natuurlijk wat je niet verwacht op voorhand, dat je pas zo laat toekomt. Maar ja, uiteindelijk nu denk ik, ik ben echt goed opgevangen door de groep. Wordt er ook al een beetje met je gedold? Af en toe? Ja, soms wel natuurlijk. Je bent te bellen, hè. Dus dan worden er soms wel af en toe een grapje over gemaakt. Maar ja, dat is gewoon grappig soms.